Mijn naam is Rudy van Damme. Ik ben de oprichter van het Van Damme Instituut. Je eigen leven ontwikkelingsgericht aanpakken vergelijken wij met hardlopen. In Nederland zeggen ze hardlopen. Maar dat wil niet zeggen dat je per se hard hoeft te lopen. Ontwikkelingsgericht leven en werken houdt in dat je ophoudt dingen te doen volgens een vast plaatje in je hoofd. Lopen is geen doel op zich. Veel mensen maken van hardlopen een pijnlijke opdracht. Ze geraken niet gestart, ze pushen zichzelf in een activiteit, zonder te genieten. Na een tijdje geven ze op. Dat is niet ontwikkelingsgericht. Het is beter om te voelen bij jezelf wanneer je er klaar voor bent. Er is een emotie nodig, een wil. Sommige mensen maken er een moeten van. Dat lukt voor even, maar zo werkt de mens niet. Probeer je activiteiten zoveel mogelijk graag te doen. Gun jezelf ook de tijd om aan een nieuwe situatie te wennen. Soms gaat dat vanzelf, soms gaat het langzamer dan je had gehoopt. En misschien kies je uiteindelijk wel voor een andere richting. Ik loop graag hard omdat het bij me past. Ga na wat bij jou past. En als je dat op een ontwikkelingsgerichte manier doet, sluit je altijd aan bij wat er al is, zowel in je werk als privé.